Hallo allemaal. Zoals je hopelijk weet is het vandaag Vaderdag. Ik kwam daar eigenlijk vanmorgen pas achter, aangezien mijn vader is al 6 jaar geleden overleden. Dus voor mij persoonlijk heeft Vaderdag een beetje de betekenis verloren. Want vroeger was Vaderdag voor mij vooral de dag van, oh ja, kut, ik moet een cadeautje kopen. Dat aspect is een beetje te komen vervallen. Dus voor mij is het gewoon een reek normale lege dag. Maar het leek me interessant om speciaal voor Vaderdag iets te gaan doen met XL Gameplay in het thema van vaderschap. En ik ben uitgekomen bij deze game, Dead Dragon Cancer. Ik weet vrij weinig van de game, behalve dat het een soort autobiografische game is van een vader die zijn kind verliest aan kanker. Het is een heel heftig game. Het is eigenlijk meer een soort, ja, beleving vanuit die persoon. Het is niet een heel gezellige standaard XXL gameplay. Het zal waarschijnlijk allemaal heel heftig worden. Het is eigenlijk een beetje zijn manier om dat hele verlies van zijn kind te verwerken. Maar het schijnt daadwerkelijk mooi te zijn. Ik wilde hem eigenlijk een paar jaar geleden al spelen. Toen zei een vriend van mij van, yo, dat is respectloos. Dat ik, is het respectloos? Ik had al gezien dat meerdere andere YouTubers, Markiplier en Jacksepticeye, die hebben die game jaren geleden al gespeeld. Toen vonden mensen het gewoon cool. Ik ben hier niet om te genieten van andermans verdriet, de tranen te likken, dat valt allemaal mee. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe de game in elkaar zit en of het ook daadwerkelijk mij emotioneert. Billy zei dat hij moest huilen van de game, dus als ik niet moet huilen, dan ben ik duidelijk gewoon niet geschikt om ooit vader te worden. Dat is denk ik gewoon de moraal van het verhaal. We duiken er gewoon even lekker in. Ik heb niet heel veel leuke, gezellige feitjes meegenomen, want het niet echt past bij de sfeer van de game. Het enige feitje dat ik heb meegenomen, ik vertel hem gewoon meteen nu. Gigantische exposed generatiekloof. Blijkbaar, kinderen vandaag de dag, als je die vraagt, kun je doen alsof je aan de telefoon zit, dan doen ze dit. In plaats van dit. Omdat telefoons zijn plat. Dit is echt de grootste generatiekloof die ik ooit heb meegemaakt naast Fortnite. Dit is fucking bizar. Qua gameplay zou ik niet te veel van deze game verwachten, weet je. Een game over het verschrikkelijke langzame verlies van je zoon heeft niet opeens een super vette boss fight met game over. Het is, nou, ik zou willen zeggen een game om tot rust te komen, maar dat kan misschien flink tegenvallen. Het is meer, ja, een ervaring. Het is een klein kunstprojectje in dat opzicht. Een manier om een verhaal te vertellen op een iets wat interactieve manier. Ik heb al vaker dat soort games gespeeld op mijn kanaal. Games die tegelijkertijd eigenlijk meer een film zijn. En dat zal deze game waarschijnlijk ook wel zijn. Ik weet niet hoe verdrietig het wordt, aangezien ik ben niet heel erg gewend om te gaan met hele verdrietige dingen op mijn YouTube kanaal. Ik ben normaal juist heel erg van de positieve vibes. Daar is Jochie in ieder geval. Brood geven, speedrun, rot. Ik neem aan dat dit Joel is. It's true. Joel can talk. Yeah, I know. Why can't Joel? What? Joel got sick. Ik hoop dat hij een hersentumor heeft dan. Kind of slowed him down a little bit, buddy. Yeah. See, he's just slower than most kids. I think eventually he'll catch up. Lijkt me zo verschrikkelijk, hè, als ouder. Zeg maar, wat er ook met je kinderen is. Ik had wel eens een man gesproken. En zijn dochter werd gepest op school. Hij zat daar al heel erg mee, weet je. Als ouder wil je zo erg het beste voor je kind. Dus iedere tegenslag, al is het iets relatief kleins of iets gigantisch, zoals een mogelijk dodelijke ziekte. Je bent er zo kapot van. You know, there's lots of things Joel isn't good at, but there's some things he is good at. What is he good at? He's eating, laughing. Yeah. Kwaliteiten. You are good at making him laugh. Why, how do you make him laugh? I fall down. Yeah. It's really funny when you fall down. He's good at doing his way loves. Yeah. Ik vind die eend wel heel relaxed. Normaal duiken zeggen ze gek op dat brood. Onrealistisch. Park at the edge of the world. Oké. What does... Ah, de game is sowieso heel mooi. Qua muziek. Wow.
En de camera's op glijdt. In cups and bathtubs. And the warm wet tongues and the cool fur of Das. And you'd be the sweet was a daily affection. And bye-byes. And blown kisses. And more. Ugh. Always more. This full list of words. So few words. Mag ik lopen? Oké, waar gaan we heen? Op avontuur. Het enige waar ik nog even over kan praten, als deze game toch alleen maar mooie muziek gooit en ik anders mijn bek moet houden. Ik zag dat zowel RTL als SBS een televisieprogramma gaan maken over knikkeren. Ik ben boos. Oké, moet ik dan gewoon weer teruglopen? Ik vind het stom, aangezien op YouTube heb je dus Jelle's Marble Run, geloof ik, met de Marble Olympics. Die shit wordt echt momenteel gigantisch veel bekeken. Mensen zijn er helemaal dol op. Mensen op televisie hebben al 20 jaar geen origineel idee gehad. Het is alleen maar elkaars ideeën kopiëren. Dus denken ze, oh, die knikkergozer op YouTube. Nou. What is hope without a word for? Who is God? What is joy? Ja, goeie vraag. Nou, daar zijn ze hoor. Who am I to him? Dada. Ja, precies. Als ik het goed begrijp, heeft hij dus wel meerdere kinderen. Of is het iedere keer hetzelfde kind? Ze lijken wel heel erg op elkaar. En kijk, we hebben een epic marble run. Hey. Ik vind het wel interessant dat zeg maar, die vader wel een gezicht heeft, maar die zoon niet. Er zit vast iets van een diepere betekenis achter. Ik heb ook wel eens gepraat over hoe als iemand overlijdt, dat je redelijk gauw hun stem vergeet. Dat is dan weer in dit geval niet helemaal relevant, maar misschien is het een beetje zo'nzelfde iets, weet je wel. Qua dat herinneringen vervagen en dat je op een gegeven moment alleen maar de foto's hebt en dat je gezichten misschien ook minder goed kan herinneren. Misschien is het ook gewoon deels wegen de privacy van zijn zoon. Alhoewel, hoe werkt privacy als je er niet meer bent? Ik denk dat dode mensen alsnog een bepaald niveau recht op privacy hebben. Vooral als het om kinderen gaat. Ik hoef niet nog een keer van die glijbaan af eigenlijk. Het is goed zo. Oh, ik kan hem gewoon peren. Nee. Je gaat maar lekker een andere keer van de glijbaan af, jongeman. Ik zie nog even een setje geven waarschijnlijk. Oké, John, ready? Set. Go. Dit soort dingen zijn altijd leuk als je erop zit, als je niet jong meer bent, want dat ding komt meestal voornamelijk gewoon keihard tegen de grond aan. Alle dingen in de speeltuin worden opeens gewoon gevaarlijk. Als je ouder bent. Vooral een wip. Dat is echt zo'n ding. Oh, als die andere persoon er afspringt, de kans dat ik sterf is gewoon zeer aanwezig. Al helemaal dit ding. Als je daarop gaat, ga je vrienden je altijd gewoon tamtoe hard draaien. Geen enkele vorm van genade ook gewoon. Daar ga je, kleine man. Naar de tering en daar voorbij. Pak mijn Vespa. Eén zo'n wiel er tegenaan, toch? Dat is ongeveer de bron van 20% van alle content op Dumpert. Ik neem aan dat ik toch nog een soort van een missie heb. Gewoon speel met alles in de speeltuin. Oeh. Ik vind die camerabeweging wel heel tof. Gaan we nog even lekker schommelen. Who's that? Let's tell him Caleb that Joel's doing really well. Oké.
Ik zag daar nog een tas met spulletjes erin. Is dat nog relevant voor het verhaal? Voice mail van het vrouwtje. And I mentioned the head tilt thing again, even though they keep saying it's not related, but you always have to mention that one weird outlying thing. So I told them how his head was tilted to the right, but they still say that that's probably not related at all. So oh, nay. Yes, we'll just give this a try, and I don't know, I'll tell you more about it when you get home. Oh, nay. Dat betekent sowieso dat we zo meteen nog, zeg maar, erachter moeten komen wat er aan de hand is. He's in a hospital, so they're taking care of him. They don't know. Oh, dat vind ik heel kut. Ik had liever gehad dat ik er gewoon halverwege in kwam. Gewoon, oh ja, we weten al precies wat er aan de hand is. Je wordt wel net heel grauw ook. Ik neem aan dat de achtergrond eigenlijk een beetje een symbool staat voor de ziekte die eigenlijk door je lichaam heen vreet. Dat is echt het bizarre aan kanker, man. Je merkt er zo gigantisch weinig van. Ik heb letterlijk laatst nog een familielid verloren. Die had letterlijk gewoon, ja, pijn in de buik. En toen ging ze naar het ziekenhuis toe. En toen was het gewoon, oh ja, uitgezaaide kanker. En binnen een paar weken was ze gewoon dood. Het is echt bizar. Plus natuurlijk dat we er nog vrij weinig tegen kunnen doen. Het raakt gewoon zoveel mensen. Fear is cancer's preservative, cancer's embalming oil. And you, O accuser, are fear's oil salesman. You're a snake, a serpent, a dragon with snuffed out coal on his breath, molting, talons broken from the struggle to free yourself of your own skin. De naam van de game suggereert eigenlijk juist weer wel dat kanker een soort bossfight is. Een soort metafoor van een soort monster, een draak. Maar ik gok er te weinig bossfights in deze game zullen zitten. Het ziet er wel uit als het ziekenhuis waar ik niet zo heel veel zin in had. Ik hou niet zo van zielig. Ja, misschien ik dan beter deze game niet kunnen spelen. Ach, je moet af en toe eens wat anders proberen, toch? Je hebt hier wel veel kleiner. Hey, do you want a rock? Okay, let's rock. There we go. Oh, Ik vind het heel moeilijk om hier grapjes over te maken. Ik heb hele flauwe grapjes, maar ik maak ze gewoon niet. Met respect of zo. Ah, telefoon. Hey babe, I was just thinking, do you ever think maybe Joel can hear better than he's supposed to be able to? Because I know, like, it's supposed to be moderate to severe hearing loss, but sometimes, like today, he hears music playing before I do. So, I saw him dancing and I had to look around to hear that a song was playing. And I just don't, like, if his hearing loss is that bad, I can't imagine. I don't know, I just wonder about it. Anyway, call me later. Bye. Okay. Ooh. Wat wil je van me, oh wijze machine? Ik heb geen idee wat ik doe. Je moet niet zomaar op alle knoppen van medische apparatuur drukken. Dat is geen goed idee. Oké. Okay. Klein manneke. Hmm.
fuck is dat? Kan ik echt nog een soort van wegduwen of zo? Is het slecht? Moet ik hem hiervoor beschermen? Kom maar binnen, blauwe vlokken. Ik laat wel over me heen komen. Oh, hallo. Naar rechts heb je weer diezelfde dingen die we eerder ook zagen. Ah. Oh, ik bestuur hem ook echt. Oh, oh. Ik moet er langs. Oh, als ik ze raak, dan knappen mijn ballonnetjes. Nee, ik wil graag langs, maar... de camerahoeken zijn niet heel denderend. Ik weet niet wat er gebeurt als ik het niet haal. Ik geloof niet dat de game zeg maar heel veel verschillende eindes heeft. Of dat iets in die richting. Oh. Om nog eventjes terug te komen op die knikkerprogramma's van televisie. Ik ben gewoon heel benieuwd in hoeverre het gaat werken. Als in die knikkervideo's op YouTube zijn tof. Eén denk ik omdat het toch een beetje indie is. Het is gewoon een willekeurige gast met een bak knikkers die daar gewoon echt een passie voor heeft. En aan de andere kant, het zijn lekker korte 10 minuten video's, weet je. Ik hoef geen 1 uur lang programma met knikkerbanen en fucking Gordon. Zo. Waar is hij? Oh, daar. Het was allemaal maar een droom. Hij was niet echt in een ballon door het universum aan het varen. Gelukkig maar. Was wel echt het bizarre aan dromen. Ze lijken altijd zo realistisch als je erin zit. Nou, het was toch wel een droom. Wat moet ik doen, jongen? Kan ik wat voor je betekenen? Oh, hey. I just wanted to take a shower. Is that okay? Are you okay with Joel? Okay, thanks. Wie ben ik dan? Ben ik de hond opeens? Dat joch kan wel teleporteren in ieder geval, dat mogen duidelijk zijn. Ik ging redelijk vanuit dat ik keek vanuit het perspectief van de vader, zeg maar. Oh. Waar zit dat hondenhart? Weet ik veel, ik ben geen dierarts. Ah, ik heb iets goed gedaan. Oh, dan gaat het weer verder. Ja. Oké. Ah, hallo. Kom binnen. End of treatment party. Oké. Okay. Dus ik heb het gevoel dat we vooral in de tijd alle kanten op gaan. Dus je zou zeggen dat nu zeg maar de chemo voorbij is en hij zou weer klaar moeten zijn. Hij is schoon. Tussen aanhalingstekens. Neem maar dat de reden is om een feestje te geven, toch? Ik zit een beetje te kijken naar die lijsten. Ik gok dat het allemaal mensen zijn rondom ja, de maker van de game. Allemaal tekeningen van de kinderen waarschijnlijk. Foto's van vakanties. Dat soort dingen. Oké. Okay. We lopen lekker verder. Sowieso, ik heb ook... Er moeten ergens ook nog wat tekeningen van mij zijn vroeger. Ik hield vooral heel erg van die tekeningen waar je zeg maar eerst zo met... van die kleurtjes zoiets doet. Dat je dan zo zwart eroverheen deed. Dat je dan zo'n beetje moet krassen. Om zeg maar de onderliggende kleurlaag weer te laten zien. Ik heb geen idee meer hoe die shit heet. Maar dat soort tekeningen maakte ik echt heel graag van moeder of vaderdag. Aangezien het zag er altijd gewoon cool uit. Zelfs als je niet kan tekenen. Als ik ergens echt slecht in ben. Als ik echt durf te zeggen. Hierin zit ik in de top 10
slechtste mensen van Nederland sowieso tekenen. 100%. Ik kan echt niet tekenen. Hey, honey, we're on our way home from the hospital now. So if you wanted to preheat the oven starting in about 30 minutes, that would work. And we could throw in that lasagna. Kijk. Do you know how they celebrate off-treatment day? Like when kids are done with their treatments? I guess maybe you don't because you're not in the clinic as much as I am. But on someone's last day, they always bring them a cake and they sing happy off-therapy day to you. Anyway, that happened today. I mean, it happens a lot, but today I cried. I just wanted that day so bad, you know? I just, like, we're not ever gonna get that day. If he's better, we won't know that he's better. We don't get a day. Anyway. Yeah. Okay, call me if you can. Like, there's probably traffic, so I could talk on my way home. All right, bye. Dat is wel echt een van de kutte dingen aan kanker ook. Zo vaak denk je dat je genezen bent en dan opeens... Een paar maanden later doet hij opeens een surprise. It's me. Daar is die ziekte wel heel goed in, ja. Wow. Wat is dit opeens? What the actual fuck? Oké, ik vind dit gewoon heel raar. What the actual fuck? Ik vind dit lichtelijk ongepast, gezien het thema van de rest van de game tot nu toe. Maar sure, een goed potje baby card tussendoor is letterlijk precies wat we nodig hadden. Het is ook helemaal niet duidelijk welke dingen ik allemaal nodig heb en zo. De maker gewoon al een keer een card game had gemaakt. Was toen niet zo'n groot succes. Hij dacht, fuck it, ik werk het wel gewoon in deze game. Nou, als dat geen nieuw wereldrecord is... Mario kan hier een puntje aan zuigen, hoor. Oh, je pakt ook allemaal bepaalde medicatie op. MRI-scans, bloedtransfusies. Dit is, heel raar. Of, zoals ze het noemen, kunst. How long is it going to be before we can have some answers? Did anyone ask the doctor? Okay, is it just the doctor on call, or is this our doctor? Well, because the on-call doctor is just a resident. Is there a way we could talk to our doctor? It just seemed like yesterday in clinic they were going to let us go. I just want to know what the plan is. Who canceled the treatment? Isn't it dangerous for him not to get it if that would be the point? I know you're just doing the nursing, but can I just talk to the doctor that ordered it? Ik vind het hier wel een klein beetje jammer dat het niet ondertiteld is. Ik heb gezocht in de settings van, hey, heb je ondertiteling of niet? En ze zeiden, nee. Ik laat wel even iets zien over de graphics. De graphics gaan namelijk van fast naar good, naar beautiful, naar fantastic. Het is wel een kleine ego-streel als je de game maakt. Nee. Fantastic. Well, de game ziet er wel oké uit. Het is meer gewoon de artstyle op zich natuurlijk, waardoor je al best wel gelimiteerd bent. Of je dat nou echt fantastic kan noemen, dat zou ik ook weer niet durven zeggen. Oh, kijk. Ik zit even te kijken naar deze foto's, maar alle namen zijn anders. Hier heb je Connor, August, Bernie en Aiden, Sean. Ik gok dat dit gewoon allemaal andere mensen zijn die ook kinderen hebben gehad met kanker. Ik denk dat dat het idee is, dat ze ook die willen laten zien. Als je zo'n foto ziet, voelt het in één keer zoveel echter. Billy liet me net ook een foto zien van de maker van de game, met dus het zoontje waar deze game over gaat. Daar word je gewoon instant heel verdrietig van. Je ziet, het is letterlijk een beetje het idee van een foto, zeg meer dan 1000 woorden. Je ziet in één keer dat hele verhaal erachter van, ja, je ziet inderdaad wel aan het gezicht van dat jochie dat er iets niet helemaal goed gaat. Er zit dan gewoon heel veel verdriet in één zo'n foto. Oké, de Temple of Man. En normaal kan ik ergens heen lopen, maar... Oh! Voelt in één keer alsof ik mee kan doen aan iets van Lotto Weekend Millionaires of zo. 15 vragen. 1 miljoen euro. Hey, is dat te zien? Is het een MRI-scan? Ik ben zelf nog nooit onder zo'n scan geweest. Het schijnt niet heel fijn te zijn. Maar ja, het is wel echt heel tof dat we dit soort dingen kunnen doen. Dan moet ik twijfel ik wel een beetje of MRI nou degene is die ik bedoel. Hij is gewoon bestraling, zo te zien, toch? Ik heb ooit bij natuurkunde geleerd dat ze bestralen dan... Als ze straling gebruiken, bestralen ze in een rondje. Want dan pak je zeg maar hetgeen in het midden wat je wilt bestralen, pak je maximaal. En de dingen eromheen
bestraal je dan minder eigenlijk. Stel je zou een voetbal bestralen van alle kanten, dan bestraal je het midden het meest. Want dat midden raak je de hele tijd, terwijl de buitenkant niet. Dus op die manier maak je een bepaald stuk weefsel meer dood dan het andere deel. Want dat is ook wat heel veel kankerbehandelingen gewoon zijn. Gewoon eigenlijk het lichaam kapot maken. Maar dan hopelijk het op zo'n manier doen dat je niet het hele lichaam kapot maakt. Oké, waarschijnlijk moet ik even kijken naar de apparatuur. Hey, it's you again. I love you, my friend. This is my favorite name, Josie. Watch out, start it. I can roar, that's why Kim. Yeah, hear me roar. Roar! Don't be afraid. You might want to cover your ears. Ik ga eerlijk met je zijn. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Tearsaws is my favorite. Space baby. Zo'n sterrenbeelden. Wauw. Hij ziet er wel tof uit. Ik ging toevallig laatst met Billy sterren kijken. En Billy had een hele coole app. Waar je gewoon je camera pakt eigenlijk. En je schijnt gewoon naar een deel van de lucht. En dan laat hij eigenlijk op je mobiel precies zien. Ik weet niet hoe. Mijn GPS is altijd zo van... hij denkt dat ik de ene kant op loop, maar ik loop de andere kant op GPS. Weet je wel? Die amper, de kompasfunctie van je GPS doet het amper niet. Maar die kon je echt gewoon naar de lucht wijzen. En precies de ster waar je met je camera naar wijst, zegt hij meteen welke ster dat is. Ik heb geen idee hoe de app heet, maar ik vond het best wel cool. Als je een beetje geïnteresseerd bent in sterrenbeelden leren. Ik kan de grote beer vinden. Het stilpannetje. Maar daar houdt het ongeveer wel op. Je moet gewoon een van de meest felle sterren pakken die je ziet. Grote beer, you did it. Ik heb me net laten vertellen dat de app SkyMap heet. Mocht je interesse hebben. Verder blijf ik het raar vinden dat zoveel mensen op Twitter... Ik zit te veel op Twitter, daar gaat alles mis. Zoveel mensen op Twitter zo serieus zijn met fucking sterrenbeelden. Als in dat het daadwerkelijk iets zegt over je persoonlijkheid en dat soort dingen. Gewoon hoe de sterren stonden, toen jij uit je moeders kut rolde. Dat is dan om een of andere reden belangrijk voor de rest van je leven. Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Je kan het gewoon testen. Je kan gewoon horoscopen lezen voor mensen die niet bij hun maand horen, maar dat dan niet zeggen en dan vragen hoe goed het klopt. En meestal zeggen ze dan, goed. En, dat was niet jouw horoscoop, vriend. Omdat horoscopen zijn gigantisch globaal. Als er iets niet wetenschappelijk is, is dat het wel. Dus ja, ik ga er altijd een beetje slecht op. Als ik een date zou hebben en mijn date zou er echt super into zijn, zou ik dat wel echt een vies harde afknapper vinden. Maar ja. Waarschijnlijk het feit dat ik dan zo'n vieze, sceptische lul ben, is dan ook weer een afknapper. Dus in dat opzicht. Ik vind het heel leuk dat dit jochie op sterrenhonden rijdt, maar... wat moet ik doen om verder te gaan hier? Gewoon genieten van het moment? Ik dacht het niet. Oké, dat was wel genieten. Gozer deed een motherfucking koprol. Zo, dat is wit. Je ziet het ook in één keer op mijn gezicht. Gewoon vlam. Hoop kaart er wel. Watching you. Waiting for you to wake. Hoping you will never remember these days of illness and treatment. One day, I'll bring you here, show you your tiny handprints on the wall, and you'll be annoyed that we all think of you as some big miracle. Cancer will be such a small part of all you could grow to be.
You will tire of hearing about it. You won't want to see the cards and notes I saved. And I won't mind at all. I'll hold the memories of this hard day. Oh, nay. You just leave it behind. Oh, nay. Ze denkt dat we klaar zijn. Ik denk dat ik slecht nieuws heb. Het is een soort puzzel. Je moet eigenlijk door die handen heen omhoog bewegen, lijkt het wel. Aangezien net heb mijn camera in een keer lichter. Als in, oh, we zijn er bijna. Het zijn gewoon een heleboel handafdrukken. Ja, van een heleboel mensen. Ah. Oké. Okay. Je al die kaarten zien. En je kan ze echt allemaal bekijken. Nou, we lopen wel lekker de ruimte uit. Je moet nog zitten in een potje Mario Kart. Maar echt heel, heel veel kaarten. Je kan ze echt allemaal lezen gewoon. En dit zullen ook wel weer berichten zijn van andere mensen die... Ik gok dat ook hier weer die kaarten zullen zijn die ze daadwerkelijk hebben gehad. Of kaarten naar andere kinderen die zijn overleden. Ik denk gewoon een stukje besef van ja, dit is gewoon iets wat heel veel mensen jammer genoeg meemaken. Als je al die kaarten daadwerkelijk gaat lezen, heb je wel echt een hele lange game. Kun je gewoon op Steam zetten, oh ja, deze game heeft zeker wel... Kun je wel zeker wel 20 uur in investeren. Heb je wel een hele lange XL gameplay. Nou, het is gewoon vooral heel... Ja. Sneu, natuurlijk. Zoveel kaarten. Ik moet wel zeggen dat ik het moeilijk vind het verhaal te volgen, aangezien ik echt van de een naar de andere kant gebonjourd word. Ja, dit is het punt waar we al een beetje op zaten te wachten. Slecht nieuws. Oh. Farmer Bill makes the pigs bacon for breakfast. Ja, die vind ik dan wel weer leuk. Roosh. Farmer Bill plays fetch with the pigs. Fucking rigged. Fucking rigged. Oh, je moet eerst op een dier klikken, oké. Okay. Ik dacht juist dat het ding willekeurig iets deed. The cow eats ice cream. Voor mij is dat niet helemaal feitelijk correct, maar is goed, joh. When the ducks work together, they can fly Farmer Bill to town. Oké. Okay. Hier maken we worst van. The horse always wins. Checkmate. Echt. Als je dan toch speelgoed aan je kinderen geeft, niet dit alsjeblieft. Ik heb alles nu al gehad. Ik gok dat we gewoon moeten wachten. Aangezien we zitten wel in een wachtkamer. What? You fucking what? Nee, is goed. Oh! I'm sorry guys, it's not good. Oh, dit vind ik wel artsy, dat ze in één keer ditzelfde ding gebruiken. Om dus... No. Size matters. If I know how big it is, I can face it. I can size it up. And it's quite small at this point, but unfortunately the size isn't terribly important. Any recurrence means the chemotherapy has failed. This is a tragedy. I guess I have imagined it. With an ATR team, I've imagined it a lot, but not like this. It is fatal. It's different.
It's only I thought I would sob uncontrollably or puke just right on the floor. I thought I'd shake or wail or something. Can't continue to give him chemotherapy. I guess this is shock. Tragedy. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Dat is waar. Meerdere mensen kwijtgeraakt aan kanker. En ik moet zeggen dat ik het verwerkingsproces heel anders vind. Aangezien. Op een gegeven moment krijg je eerst. Het gaat veel meer in golven. Hij is niet callous, hij is genuinely sad. She is too. So there just aren't any treatment options that are curative. Als in, soms als iemand doodgaat, zijn ze opeens dood. En dan heb je in één keer de klap van, hey, ze zijn dood, punt. Maar als iemand in je familie kanker krijgt, krijg je eerst de boodschap, ze hebben kanker. Dan denk je, oké, misschien wordt het nog wat, maar dan begint wel het verdriet van, hey, je gaat ze misschien kwijtraken. Op een gegeven moment wordt het erger, hoor je wel, ja. Waarschijnlijk zitten we nu op maanden of weken. En dan op een gegeven moment tegen de tijd dat ze eigenlijk echt dood zijn, is het op dat moment natuurlijk geen shock meer. En is het soms vaak juist alleen maar beter, want die laatste paar weken zit je toch alleen maar in pijn. Dus het hele rouwproces is ook gewoon heel anders ofzo. Ik weet niet of dit een beetje herkenbaar is. We're very good at end-of-life care. We're very good at managing the pain and masking symptoms at the end of life. How long are we talking about? Uh-oh. Prediction time again. No matter what I say, they'll wish it was longer. But sometimes, longer is worse. A few weeks to maybe 4 months. Oof. Dat is niet lang. Is Nick crying? How long are we talking about? How am I gonna hold it together now? A few weeks to maybe 4 months. Nou, ik moet zeggen, ik vind dit geen leuk spel voor kinderen. Ga eerlijk met je zijn. Huh? Wat gebeurt er nu dan? I'm sorry, guys. It's not good. Volgens mij moet je dat zonnetje gewoon in de wolken douwen door gewoon die berichten te herhalen. Ik heb gewoon gekozen voor de kortste speedrun strategies. They shouldn't feel like they have to comfort me. Oh, de regen van het bord komt in één keer. Palliative is medicine you give at the end of life to improve the quality of life. Its goal is to treat the symptoms, but it can't cure Joel. We'll do a lumbar puncture and talk to our radiation oncologist to decide whether we could do some radiation or just chemotherapy. What would the radiation do? Well, the radiation could probably kill the tumor we see now, which would prevent it from causing any symptoms. But it would not keep more tumors from developing, because we know if it spread here, it has spread other places too. So, the radiation would buy us some time? No, nothing will really buy us any time at this point. It just can make the time you have left more comfortable. Yeah, beter. So, we'll schedule you to come back in Monday, and we'll have some options for you to consider. We're so sorry. In the movie, I'd be kicking things and throwing chairs through windows. Amy would be sobbing. Maar daar niet, dat zou doen. The wall, slowly falling. Gewoon verslagen zijn. Why am I not yelling? Thank you. That means a lot. You're welcome. I'm sorry, guys. It's not good. The MRI? They've all been clear. Het besturen van deze boot is erg moeilijk, want de camera houdt iedere keer dit. Dus ik kan beter gewoon luisteren naar wat ze zeggen tegen elkaar. It is only a matter of time before it spreads to several locations. We've already thrown all the chemotherapy we have at it. We can't continue to give them chemotherapy that we know is resistant. So there just aren't any treatment options that are curative. We staan er echt vrij weinig van.
Oh, het gaat nog door ook. Ja, ik zie niet zoveel. Waar is onder? Waar is boven? Waar is de boot? Waar is dat kind? Het doet gewoon alsof ik in een rare, trippy, kleuren tornado zit. Ja. Oh, daar ben je. Ik was je even kwijt. Oeh. Ziet er wel mooi uit. Hey. Daar is het weer. Oh, ik kan weer spelen. Ja, het is een beetje onduidelijk soms in deze game wanneer je wel en niet iets kan doen. I have so many things stirring around in my spirit that I have to write to settle myself and find God's wisdom in the midst of chaos. I'm scared I won't be strong enough to face the things we might have to face in the coming weeks and months. Ik heb geen keus. But then I remember how much grace God gave us to walk out everything we've already faced. I've never Ik heb dus een beetje de reviews van de game gelezen en sommige mensen waren wel een beetje ontevreden met de game, omdat op een gegeven moment nu dus religie best wel een grote rol begint te spelen. Logisch, want het is natuurlijk het verhaal van deze man en zijn vrouw heeft blijkbaar in het verlies van haar zoon heel veel kracht gevonden in God en in Jezus. Maar voor mij is dat natuurlijk totaal niet herkenbaar. Ik zou dan denken, hey God, waarom heb je mijn kind kanker gegeven? In plaats van, oh, dankjewel voor de sterkte om dit mee te maken, weet je wel. Als God iets doet bij mensen die kut zijn, als een of andere kutbeener kanker krijgt, dan is het de straf van God. In sommige gevallen, als mensen kanker krijgen, is het de straf van God. Maar als kinderen kanker krijgen of zo, dan is het opeens een test. Ik denk, nou, valt vrij weinig te testen hier, toch? De test is dan of je blijft geloven, ondanks dat God een lul is of zo. Ja, ik vat dat niet helemaal. Maar ja, ik kan er ook moeilijk op haten, weet je. Sommige mensen vinden daar gewoon heel veel steun in. Okay. En in zo'n situatie is steun echt precies alles wat je nodig hebt. Er komen ook wel eens mensen naar mij toe, alsof ik een soort van rouw-expert ben. Van, hey, ik ben recentelijk een naaste kwijtgeraakt. Wat moet ik doen? En ja, de voornaamste tip die ik mensen geef is, je moet gewoon door. Je hebt geen keuze. Uiteindelijk zou de persoon die je nu gigantisch mist natuurlijk ook niet willen dat jij jarenlang alleen maar verdrietig gaat zijn. Dat die persoon er niet meer is, want daar schiet je niks meer op. Ze komen niet terug, weet je wel. Tuurlijk mag je in het begin verdrietig zijn. Alsjeblieft, doe dat. Geef jezelf de ruimte om zo verdrietig te zijn als je zelf wil zijn. Het is nou eenmaal gewoon kut. En dan moet je gewoon mee leven. I remember the hallucinations from the high fever of 5-year-old's nightmares. I remember my mother silently weeping in the doctor's office. I remember friends and family gathered around my hospital bed in prayer. I remember the 2-hour ambulance ride to St. Jude where they could better care for me. I remember the 2.5 years of weekly chemo treatments, the numerous lumbar punctures and bone marrow aspirates. I remember Doctors Bell, Dahl, and Kalvinsky, Nurses Jean, Judy, and Dale, Miss Chris in social work, Darlene in travel, all part of the team that cared for me. I am a walking memorial to their successes. I remember the other patients I'd see each time I went to the hospital for chemo. I remember when some stopped coming. I knew what that meant. Yeah. I remember the chemoafdeling van het ziekenhuis is geen leuke plek. Children like me. I remember their laughter and the midnight talks of fears and joys. Normal kid stuff. Some less so. I remember when some stopped coming. I knew what that meant. But I remember them. I am, and other survivors are, memorials to those who lost their fights. Ik moet opeens denken aan Micha Wertheim, die heeft ooit kanker gehad en die heeft op een gegeven moment een heel stuk stand-up geschreven van 1.5 uur over zijn ervaring met zijn kankerbehandeling. En hij had op een gegeven moment het punt aan dat mensen altijd zeiden. Oh, her expectation is so maddening sometimes.
You know what she wrote on the eve of Joel's first surgery? The one back in January when we first found the tumor? Kom maar goed. I seriously feel like a kid on Christmas Eve. I'm pleading for God to spare his life. And I'm tempted to despair because self-inspection leads me to conclude I shouldn't expect much of anything. And yet my wife is expecting a surprise party from the Lord, replete with presents, supernatural miracles. Ja. Ze heeft ook wel een beetje moeite met het geloof van zijn vrouw misschien. Dat zij denkt, loop wel los. Zij staat er misschien wel heel positief in. De Heer gaat het allemaal fixen, is gewoon een test. En volgende week zijn we klaar, joh. Ja, de vraag is, hoe moet je erin staan? Je kan er misschien beter maar gewoon positief in staan. Aangezien het alternatief is Come niet heel leuk. Boys, let's go. Boys, get in bed. Oh, can you at least tell us a story? Oh, wat is dit opeens, joh? Sure. Okay. This is the story of a very brave knight. Named Joel the Baby Knight? Yes, Joel the Baby Knight. But he's also Joel the Very Brave Knight. He was being chased like... by a dragon. Oh, kijk. Roll credits. Even kijken, pijltje omhoog. Because of his tumor? Mm-hmm. Where does the dragon live? In a grot. In a forest. Is the dragon big? Very. Does the dragon breathe fire? Ben dood. Much fire. Ik bukte het toch netjes. So, ik vind het wel, Joel has armor, like a sword and a shield and stuff. Ooh, or maybe a spear. Yeah, that sounds good. So good. Sorry. Sir Joel, gelukkig in deze game. With his sword and his shield. Heel veel and checkpoints. His awesome spear and dit kind niet springen. Jumping ability. Oh, super jumping ability. Being chased by a dragon named Cancer. What other superpowers does he have? No. He also has grapes. That's not a superpower. It's the best superpower. Do you guys know what grace means? Yeah, it's kind of like help. Ja, it's kind of like help. Ik weet niet, ik zou het woord Grace ook niet echt lekker uit kunnen leggen. Psst, rot op, lelijk getekende schorpioenman. Ik gok dat. Heb ik double jump? Oh, we worden al geholpen door de Grace natuurlijk. De griffoen of whatever het is die ons door het level heen chased. Dankjewel daarvoor, man. Wordt echt gigantisch gewaardeerd. No, he's not the only one who's ever tried to fight this dragon. Some very brave knights have fought this dragon and lost. And some are able to drive the dragon off. And they can go is dit de draak? Hij is een beetje klein. Oh, wat? Joel's been fighting this dragon for a while. Wat was dat? Wat was dat? A long time. Er zijn eigenlijk zoveel dingen die ik moet ontwijken. Game wordt opeens moeilijk. Wat de fuck gebeurt er? Ik neem aan dat de regen staat voor de chemo. Maar houd dat armor in dat je een hit kan pakken. Wat? It seems like the dragon couldn't fight him. But just when he thought that the danger was past, the dragon found his hiding spot and came after him in the cave. Oh nee! Oh nee! Ik heb ook echt geen armor, dus. Ja, ik verwacht vrij weinig van deze boss battle met de draak. Is just a baby. Babies can't kill ja, ik heb ook geen wapen, man. De game right. Dropt iedere keer dat armor, maar... ik heb het net niet opgepakt. Dit is helemaal kut. But that's the best part of the story. God fights for Joel. Ik ben gewoon weer dood. Oké, nee. Jezus Christus gaat de draak verslaan. Dat is heel top. That's grace. Ah. Hangt het... Oi. Oi. Hoe kan ik zo slecht zijn in dit spel? Well, oh, daar is hulp. He died from cancer. Wasn't God trying to kill him? Then he happened. Oh, fuck! Tim fought so
gewoon echt heel moeilijk te ontwijken, man. Er is gewoon zoveel vuur. He's with God, and that God is so proud of him. Really, bruh. Oh, dat was het ook. We hebben gewoon verloren. Hij heeft mij had ik wel kunnen winnen als ik echt nog 10 keer beter mijn best had gedaan, zeg maar. Begin het nou opnieuw? Oh. Ah, we zijn weer in vogelperspectief. Maar dat vond ik wel fijn. Gewoon een beetje overal heen vliegen. Ik ga maar even lekker die kant op, richting die toren daar. Dat is vast de kant waar we heen moeten, als het soort van een klein beetje wil lukken. Ondertussen kan ik proberen even dat verhaal af te maken over Micha Wertheim, alhoewel... Ryan! Oh, Ryan, get in the boat! Ik wil net zeggen, waarschijnlijk komt de game alweer tussendoor. I can't. You have to, you'll drown! We're already drowning. He's climbing. How can you sit there like that? Despair doesn't help anything. Neither does false hope. And I'm not despairing. How can you say false hope? You're drowning! Well, you're missing your oars! And you don't even know where you're going. And yet you're so sure you're gonna get there. It's better than drowning. Ik vind dit wel interessant. Enjoy floating on the surface like you always do. There's nothing deep. De verschillende perspectieven van de ouders in dit. In the boat. You have to let me feel this. Someone has to. That's not fair. I love him as much as you do. I just really believe we're going to be okay. Ik vind dit wel heel sad. No. Wat ik wilde zeggen is, Micha Wertheim, hele funny guy. Die kreeg best wel vaak te horen dat hij zijn kanker overleefd had, omdat hij zo grappig was. Een beetje de kanker weggrappen, positieve houding. En dat wordt wel vaker gezegd, dat mensen heel erg hard gevochten hebben. Maar dat is een beetje raar, want dat insinueert dan ook meteen dat de mensen die het niet gehaald hebben, dat die niet hard gevochten hebben of zo. Oh, je was gewoon niet grappig genoeg en toen ging je dood of zo. Terwijl, ja, hè. Dat was een beetje zijn punt. Tegen mensen zeggen dat ze van kanker gewonnen hebben omdat ze hard gevochten hebben. Uiteindelijk werkt het niet zo. Uiteindelijk vecht iedereen hard. Niemand wil dood, denk ik. Je hebt geen keus. Er zit iets verschrikkelijks in je lichaam. En je mag hopen dat je een beetje geluk hebt dat het weer weg wil. En dat je de juiste medische hulp krijgt. Nou, buiten dat kun je niet zoveel doen. Dat is ook kut aan kanker. Het zit gewoon in je lichaam, maar je merkt er niet zoveel van. Meestal als je het hoort, heb je een kleine klacht of zo. Ga je naar de dokter toe en opeens zegt hij, ja, je gaat binnen een paar weken dood, joh. Maar ik voel me toch gewoon prima. Ik kan alles nog doen. Ik heb letterlijk nergens last van. Hoezo ga ik dood? What the fuck? Moet ik omhoog zwemmen? Ah. Zo'n dingen moet je nooit onder water doen. Loop je neus vol. Dat is in ieder geval mijn ervaring. Misschien moeten we juist dieper gaan. In plaats van omhoog. Maar ik gok dat het ook weer een metafoor is voor verdriet, waar hij dus nu inderdaad induikt. Dan zou de dehydratie misschien kunnen zijn dat er op een gegeven moment zoveel verdriet is, dat je eigenlijk niet meer verdrietig kan zijn. Huh. The sunset looks pretty from here. The orange glow cast on the wall. Better than the muted colors of this hospital. I wonder why they choose blues and greens. They... The ones who choose the colors that heal. Green for life. Blue. For water? For comfort. Hmm. Purple stripes. Zen. To hide the stains. This chair is too small and sticks to my skin. I hate vinyl. Ik had laatst een hele discussie gezien over het meervoud van vinyl, aangezien sommige mensen noemen langspeelplaten. Ook wel gewoon vinyl, weet je, ik verzamel vinyl. Is het vinyls?
Of is het meervoud van vinyl, vinyl? Scheikundig gezien, is het meervoud van vinyl of mij gewoon vinyl? Purple. En als je het over... The ocean, maybe? Vinyl hebt. Under the ocean. Als in vinyl platen. Silent. Is het meervoud van vinyl platen? Vinyl platen. Like tears. Dus dat was de meest nutteloze discussie in de video. Stop crying. I don't blame him. He feels miserable. Why is a yo? I hate that we're here. I hate that he's sick. I just want him to feel better. Snap ik. Shh. It's okay, Jolly. Shh. Oh, don't throw your head, buddy. Don't. It's gamer time. Oh, of dan niet? Waar zit Jochie dan? I hate this room. I didn't used to. For a moment, it was an adventure. I was cast as the compassionate and caring father, holed up with his fragile son in a small cleft in the rocks. The storm raging, waves ripping at the sharp black rocks below, and enveloped in my arms, he feels safe, and I am holding him firmly, trying not to slip. Because if you hold tight enough, nothing will take him. Right? Ik kan niet zoveel doen. Dit is alvast een goede voorbereiding op het vaderschap. Bouncing around. Do you like that? Oh, I love your giggle. Bounce around. Is that funny? A bounce, a bounce, a bounce, bounce, bounce. Oh, he won't stop crying. Ik snap wat je bedoelt. Ik loop al 2 minuutjes rondjes in deze kamer. Ik doe alleen maar dit. Word er niet per se heel blij van. Hungry. I wonder if he's hungry. Perfect moment in de game voor een thuisbezorgd reclame. De dingen zie je toch overal. Buddy, don't you want juice? He hits the box. I don't catch it. Ik ben vooral benieuwd waarom dat jochie in deze scène onzichtbaar is. Is het een bewuste keuze? He drinks it greedily. Big, deep gulps. Okay, Jolie, that's enough. Breathe, kiddo. And he does. And I wipe his face of snot and tears and juice. And then he vomits and I catch it. I always catch it. I know you're thirsty, buddy, but you'll throw it up. No, don't grab too hard. You'll squirt all the juice out. Here, let me have it. Ik word eerlijk gezegd wel een klein beetje gek van dit geheel. Ik denk dat kinderen niks voor mij is. Ik ben er wel klaar mee. Gast. It's so late,
Joel, lay down. I can't hold you. I can't make you feel better. Okay, buddy, okay, I'll hold you. Oh, Joel Bug, you look so miserable. No! Don't hit your head on the bars, Joel. Joel, I know you're mad. Please stop. Please. Stop. I shake. I weep. I pray. I plead. I need peace. Ik ben stiekem een klein beetje benieuwd hoe ze aan deze geluidseffecten komen. You are there. I want you here. I want you to call my son. Dag, zeg het even een beetje. And you've got us this far. He's still here. Not dead. Not there. With you. Want to be here with me. Please. Peace. He sleeps. Thank you. Ah. Alle rust. Hey, zijn we hier weer? En iets wat terugkomen. There's a story in the Bible where Jesus and his disciples are on a boat. Okay. And a furious storm hits the sea and everyone thinks they're going to die. Where do you think Jesus is? Chilling. Rowing alongside them? No. No. He's asleep. In the back of the boat. So his disciples are freaking out and wake him up and they say, "Don't you care if we drown?" So Jesus gets up and he says to the storm, "Quiet." Kappa. And the sea becomes completely calm. And he asks his disciples why they are so scared and if they have any faith at all. Like he was frustrated with them. Because even though Jesus said, "Let's go to the other side of the lake," his disciples thought he was going to just let them die. Okay, well, wel interessant verhaal. Ik moet eerlijk zeggen, ik de Bijbel nooit volledig gelezen heb. Zou ik dan een keer willen doen? So will Joel die? Everyone does eventually, I suppose. Interessante gameplay. Een soort gebedslied of zo. Mogen die kindje beter worden. But more than that, if he does die, will Jesus even care? Will he weep for him as he did for Lazarus? Will he weep for me? I think greater than my fear of death is that of insignificance. Or rather, my default assumption is that my thoughts and passions and loves and the stuff of my being are insignificant. Yeah. How could the creator of all that is and ever was love my son as he did Lazarus?
And could my soul stranded on this blue raft, awash in a sea of stars, ice, and dust, matter enough to him to turn his hand in mercy? Ik moet zeggen, als God daadwerkelijk kanker kan genezen, is hij wel een beetje een lul die dat dan bij sommige mensen wel doet en anderen niet. Afhankelijk van hoe fanboy je bent, zeg maar. For Lazarus. 5 minutes later, he raised Lazarus from the dead. I'm sorry. I should have known we'd both end up in the same place. We always do. It just scares me every time. I just really believe he'll be healed. I know you believe too, just when you act like that, I get all unsure. I don't know that. What do you mean? I just hope that. Een beetje aangekeken vanaf deze hoek. Ah, je kan gewoon weer wegvliegen. Misschien even binnen gluren? Aha. The Temple of God. Oké. Is dit toevallig een kleine referentie, subtiele metafoor voor de Heer en Redder Jezus Christus, of niet? Het ziet er wel mooi uit, zo. Het level. Het is wel een beetje naar van die continue hartslag. Dat is meer iets wat je normaal in een horror game vindt. Gewoon de boom, 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 boom. Ik heb wel grappige verhalen gelezen van mensen die drugs hadden gebruikt. En dan bang waren dat ze dood gingen. En dat ze dan zeg maar hun hartslag voelen. En dan in principe doet je hart zeg maar een soort in- en uittrek. Je hoort een boom, 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 boom. In principe is dat iedere keer één hartslag natuurlijk. De boom, 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 boom. Dus die hadden ze dubbel geteld. En toen dachten ze dat ze een hartslag hadden van 250 of zo. Ja, kan gebeuren. Weet je, ik heb dan zelf dus niet zo heel veel met geloof. Maar tegelijkertijd zijn kerken wel weer echt fantastische gebouwen. Oké, dames en heren, het is tijd. Oh man, ik wilde grappig doen door Mieke heeft een lammetje te spelen, maar dat mag blijkbaar niet. Het is echt het enige wat ik kan op een keyboard. De helft. Ik kan de helft van Mieke heeft een lammetje. Mieke heeft, dat kan ik. Wow. Wel een hele moderne kerk dit, moet ik zeggen. Al die kaarsjes aansteken, joh. Ik heb zomaar het gevoel alsof ik iedere keer één knopje in moet drukken. Oh Lord, my God, let this boy's life return to him. Niet allemaal tegelijk, zoals ik de hele day. I will not let you go unless you bless him. Oh Lord, my God, let this boy's life return to him. Oké. We zijn klaar met het tafeltje. Wow. Oh, wordt het ook steeds groter? Aangezien we de hele game al dat zwarte zien, misschien als we verder door de ziekte heen bewegen. Hoe gaan Billy? Hoe erg zijn de religieuze aspecten van de game? Billy zei, was me niet opgevallen. Oké, ik gok dat we rechtdoor moeten lopen. Maar mag niet echt van de game. Ik mag alleen om me heen kijken.
Yo, gast, kan je even hierheen komen of niet? Ik heb het gevoel alsof ze meteen zo alles weer aangaat. Zo, bam. Blinding lights. Nou, het is iets subtieler. He was not in the earthquake. He was not in the fire. He was here. In a gentle whisper. Hij ziet er mooi uit. Oké. Okay. Later. Het is weer space time. Oeh, wauw. Tof uit. So here we are. And the air is emptier without his laugh, and yet our hearts are still full, but with a different drink. And this ride we've been on for so long is silent. And so also the Lord. And so we sit here in this new silence. And long for the music to start again, and for the disc to spin again, even if it means going round and round for many more years. For at least we would be moving, and Joel would be laughing here on Earth, and not only in heaven. Is there no doubt? But in this space, I sense his silence is only because he is drawing his breath. And now we know love and longing, empty and full, all in one moment. And I am grateful that we loved him well. And that we miss him well. And I hope that in the Lord's next breath, he will whisper his love song to you, his beloved. And that you will know him differently and more deeply. But now, we grieve in silence, yet not without his presence. Echt een mooi bos. Ah, daar zit de picknick. Ik ben dus wel een beetje in de war of hij eigenlijk gewoon redelijk offscreen overleden is. I'm glad you're here. I love it here. I bet you. We zijn in de hemel, denk ik. Met oneindig veel pannenkoeken en leuke honden. Yeah, all of these pancakes. Did you ever see pancakes like this? Nee. Big as me. A big one is for me. A little one is for my dog. I always wanted a dog, and now I got one. I even got to name it Banjo. Whoa, bubbles? Kinderen houden wel van bubbels. Dat zijn de feiten. I love bubbles. Als je kinderen echt gewoon helemaal kapot wil maken, dan heb je zo'n ding nodig die van die tante grote bubbels maken dan heel veel. Kinderen worden letterlijk gek. Letterlijk gek. Look, I can touch one. Bubbels zijn ook echt heel cool. Dat is gewoon puur echt oppervlaktespanning. Dat het gewoon energetisch het nuttigste is, omdat die deeltjes zo graag bij elkaar willen blijven eigenlijk. Come here, Mandy. Have another pancake. Ik vond in de douche altijd heel leuk om dan zeg maar een bubbel te maken. Zo via mijn vingers. Door dit zeepig te maken, dan te blazen en dan die bubbel in mijn hand te hebben. En als je dan je vinger ook heel erg zeepig had, dan kon je er zo in prikken en zo. Zodat die stuk ging. Very cool. Het is net wat je doet onder de douche. Laat eens weten of je dat ook altijd deed.
Anders moet je het echt een keer proberen. Kan gewoon. Dus redelijk ongeacht van leeftijd. Als je maar goede zeep hebt, kom je gewoon echt redelijk ver. Ik dacht aan de lengte van de game eigenlijk dat we er nog lang niet waren, joh. En nu komt die foto, daar wordt er nog veel sadder van dan eigenlijk de hele game. Oh. Best een interessant, mooi iets vindt. Deze hele game. En nu krijg je nog een heleboel fotootjes. Oh. Het einde was alleen een beetje abrupt. Als hij was er gewoon opeens niet meer. Toen was hij in de hemel met pannenkoeken. En toen was het af. Babies. Ah. Zet dus niet of die voornamelijk zijn kinderen gebruikt voor de voice acting. Dat is wel leuk. Zo. Er zijn echt heel veel Kickstarter backers, want het begint letterlijk bij de letter A. We hebben al twee kantjes met voornamelijk de letter A. Ik weet niet of je geïnteresseerd bent in alle mensen die financieel deze game gebacked hebben, maar jezus, wat zijn dat er veel. Ah, we zijn bij de Z aangekomen. The End. Ik moet zeggen, ik vond het een mooi spelletje. Ik denk wel dat ik hem eigenlijk nog een keer zou moeten spelen om echt een beetje de volledige symboliek mee te krijgen. Maar ik vond het interessant. Dat was een interessante ervaring. Wel echt even iets compleet anders voor de XL Gameplay. Als je meer gekkigheid en rare feitjes wil, verwijs ik je maar al te graag door naar de XL Gameplay van volgende week. SpongeBob SquarePants, Battle for Bikini Bottom, Rehydrated. Hey, ik zou zeggen, nog een hele fijne vaderdag als het maar lukt deze video vandaag online te krijgen. En hartelijk bedankt voor het kijken. Dit was even iets compleet anders op dit kanaal. En hopelijk vond je dat nog een soort van interessant. Even kijken. Bye.